zou zo graag vliegen naar de maan. Naakt willen dansen in de Jordaan. Op golven wiegen van de oceaan. In het holst van de nacht op een torenspit staan. Ik zou zo graag knokken, net als een vent, mijn geld vergokken in een loesje tent. Pindaspellen in het paleis, mijn pa opbellen in paradijs. Ik zou zo graag duiken als een dolfijn, sterren plukken in de woestijn. Een luchtkasteel bouwen midden op zee, is dat geen waanzinnig idee? Doen moet je doen, doen moet je doen, doen moet je doen, doen! Ik zou zo graag zingen, ja dat is onwijs, met aan de piano Bam Komijs. En niet in Oesgeest met een suffe tekst, maar in Amsterdam bij de event van TEDx. Born to learn, we'll be next at the event of TEDx. Ja, mensen, u heeft net een lied gehoord en dat is toch een onwaarschijnlijke lef die daaruit spreekt. Hè? Dat vraagt om problemen. Ja, dat gaat onherroepelijk mis als je zo'n lef hebt. Je vliegt uit de bocht. Je faalt. Mislukt. Ja, wat dat betreft heb ik de nodige ervaring opgedaan. En dat is het rare, want je begint met een studie of zoiets, dan heb je een doel, dan denk je, daar wil ik komen. En als je dan aan het eind van je carrière gekomen bent en je kijkt, een hele andere plek. Bestaan is toch maakbaar? Ik heb toch rationele keuzes gemaakt? Ik zei niet voor niets zo net de nodige ervaring. Want naar mijn idee hebben wij het nodig om uit de bocht te vliegen. Om fouten te maken. Om te mislukken op een bepaalde manier. Want weet je hoe dat komt? Als je echt teruggeslagen wordt op je basis, dan kom je weer bij je gevoel, bij je drive, bij je vonk, bij die kern, die kracht die in jou zit. En dan word je min of meer gedwongen om je opnieuw te oriënteren. En nieuwe ervaring op te doen, een verrassing. Ik noem dat faalkracht. En ik ga met u, mijn cv zit er vol van en ik pik er twee dingen uit. Hè? Die gaan we nog eens even lekker doornemen, want dan is een voorbeeld hoe die faalkracht mij redde. Ja, even vooraf, toen ik studeerde in de jaren 50, was het als meisje not done om over een carrière te praten. Dat kon je echt beter niet doen. Studie, dat was een huwelijksmarkt. En ja, dat ik voor mijn trouwen werkte, dat was betrekkelijk uitzonderlijk. En gelukkig trouwde ik met een man die het niet erg vond als ik bleef werken. Zij het part-time, we kregen 3 kinderen en crèches waren er nog niet. Dus ik ga eens even kijken hoe ging dat dan. Hè? Dan begint het dan mee. Het gaat zigzag, hè? Het gaat niet met een rechte lijn, ook nog naar dat andere doel toe. Nee, ik begon als advocaat. En met trouwen en een gezin was het toch praktischer om docent inleiding recht te worden bij de Universiteit Leiden. En in de jaren 60, alles veranderde om ons heen. Het was een fantastische tijd. En ik raakte geïnteresseerd in het veranderend denken over het strafrecht. Nou, Leiden zag daar niks in, dus ik promoveerde in Amsterdam. En ik stond op het punt om hoogleraar inleiding recht in Twente te worden. Mijn dochter weet het nu nog, want we hadden haar een pony beloofd om de pijn te verzachten.
Ah ja. Ging opeens niet door. Ik dacht, nou, ze hebben een betere gevonden, weet je. Helemaal niet het geval. Leiden had er zijn eigen promovendus tussen geschoven. De man die beantwoordde voor geen meter aan het profiel. Maar ik werd afgeserveerd. Dat was een grote, grote teleurstelling voor mij. Tot dat moment had ik toch dat liberale idee van glazen plafond, onzin. Weet je, als je iets kan, als je iets wil, dan lukt dat. Nee hoor, niet het geval. En dan is er nog iets met die faalkracht. Die faalkracht, moet ik even uitleggen, die zit in jou binnen. Dat is jouw kern. Maar wij zijn sociale wezens en we hebben wel anderen nodig. Vrienden, mensen uit je netwerk. Die dat ontdekken en die dat triggeren, die faalkracht. En in dit geval kwam er een vriendin langs. En die zei van, joh, bij het Sociaal en Cultureel Planbureau, daar zoeken ze een jurist die met sociologen om kan gaan. Geen idee, maar het leek me wel een gek idee, weet je. Ja, daar komt die lef weer, hè. De wind waait langs mijn onderkin, nu weet ik het zeker, het leven heeft zin. Ik sta afschuwelijk op elke kiek en toch weet ik het zeker, ik ben fotogeniek. Ik heb een beetje een rare knie, maar als ik zo ga zitten, is er niemand die het ziet. Ik ben frigide, maar ik voel me oversext. Ik heb gewoon een meerderwaardigheidscomplex. Als er maar genoeg mensen van je houden, heb je van zelfvertrouwen. Als er maar genoeg mensen van je houden, heb je van zelfvertrouwen. Palampai, lepidada, bralalapa. Moet dit licht blijven, hè? Taradadadadadadadadampai, ladodadoe. Mijn elleboog zit scheef en geeft een raar gevoel. Maar in mijn ogen zit vet cool. Ik voel me een prinses, ook al ben ik een heks. Ik heb gewoon een meerwaardigheidscomplex. Als er maar genoeg mensen van je houden, heb je van zelfvertrouwen. Als er maar genoeg mensen van je houden, heb je van zelfvertrouwen. De wind waait langs mijn onderkin, de wind waait langs mijn onderkin. De wind, de wind, de wind. Ja, het is zo'n aardige zaal en zo'n fantastische energie die ik hier voel. Ik bedoel, die hele dag al, dat nu durf ik ook wel mijn tweede dieptepunt aan te roeren. Nee, echt mensen, dat was echt een heel crisismoment in mijn leven. Ik was net benoemd tot hoogleraar sociale hulpverlening in Amsterdam. Ja, dat Sociaal Cultureel Planbureau was leuk, maar het was een beetje saai en ik miste mijn studenten dus. En ik wou er aan de slag, maar werd de hele faculteit opgeheven. Begin jaren 80, hè? Sorry, bezuinigen. Last in, first out. En u hoeft ook geen gezin te onderhouden. Nou ja, thuis was het ook crisis, want ik werd geconfronteerd met een echtscheiding. Out of the blue, naar mijn gevoel. Maar ja, de kinderen, huis uit, je man weg, geen baan. Ik was echt radeloos. Ik was radeloos. En, maar dan was er toch zo'n soort overlevingsvonkje. Hè, van nou, denk erom, hè, die baan. Hè. Dus ik naar Amsterdam, ik had een sterke publicatielijst. Ik zei, jongens, jullie zorgen maar. Kwam in orde. Ik kwam op een wisselleerstoel, jeugdhulpverlening terecht. En oh ja, ik kwam ook nog in de Eerste Kamer. Ja, ik had bijna vergeten. Ja, senator. Nou, dat vond ik een gevaarlijk baantje, hoor. Elke dinsdag waren er wel een paar doden te herdenken. Dus ik denk, jongens, één termijn, dan wegwezen. Ik heb het overleefd.
Maar goed, in die crisistijd was er ook een vriendin die me meenam naar een workshop. Badkamer zingen, liedjes maken. Geweldig vond ik dat. Enig. Kon ik ook goed. Dat boorde een soort vonkje aan wat tot nu toe, tot die tijd, een beetje onderbelicht was gebleven. Maar goed, ik werkte door, ging met mijn pensioen, deed nog een paar jaar onderzoek. Totdat ik letterlijk met mijn billen op de grond terechtkwam. Ik werd omver gefietst door een paar jongens voor het maagdenhuis. In het spuien, echt heel symbolisch. En ik zat daar met mijn billen op de grond. Ik zag sterretjes en ik zag één ster. Cabaret. Ja, mijn faalkracht had gewoon een dreun gekregen. En toen wist ik het, ophouden met dat geschrijven. Maar als je het nou over tegenwind hebt. Toen ik dat tegen mijn collega's zei, ik ga cabaret doen. Nou, het woord carrière was er niks bij, hoor. Hé, maar, ga toch van je pensioen genieten. Ga schilderen, dat doet mijn vrouw ook. Bloemschikcursus. Ik heb nog een tijdje in een buurthuis, heb ik nog koffie geschonken, maar ben ik niet goed in. Mos. Dus dacht, weet je, ik ga gewoon een oudere cabaret met een paar andere. En oude power heette dat. Mislukt. Ja, ze zei iedere keer met repeteren, joh, we zijn oud, we hebben geen stemmen, we zijn lelijk. Dan zei ik, dacht je dat Freek de Jonge dat elke avond tegen zichzelf? Hielp niet. Mislukt. Totdat ik het geluk had dat er iemand langskwam en mijn faalkracht triggerde en zei, joh, zoek een zaaltje, doe het alleen, zoek een pianist. Nou ja, deze zaal was helaas bezet. En de pianist die zit daar. En waarom? Ja, we hebben vier programma's inmiddels. Ik denk een jaar of 10, toch? Meer. Wel ruim 12, 13 jaar. Nou, dan wordt het tijd om wat anders te gaan doen. Ik ben al een paar keer gevallen, maar dat hielp niet. Dat triggerde niks. Nee, learning is never ending. En op het moment dat ik wist dat ik hier mocht staan en met jullie iets doen, wist ik één ding zeker. Ik wil een liedje met die enorme zaal zingen. Dat lijkt me geweldig. En ik wist nog iets zeker. Nee, mam, moet even wachten. Want ik wist ook, het moet over schildpadjes gaan. Schildpadje, kom. Schildpadje, nou. Dan moeten jullie maar even baby schildpadjes voorstellen. En die heb ik gezien in Bali, weet je. Dan komt zo'n ei uit en dan gaat dat schildpadje linea recta naar die oceaan, hè. En niet met vriendjes, ook niet met mama en papa, maar gewoon. En ook niet zigzag, maar die drive, hou dat vast. Daar gaan we over zingen. Het is in het Engels. Ik begon in het Engels, ik eindig in het Engels. Ik zal het één keer zingen en dan doen we het met de zaal. So go, little turtle, you just want to be. Flow in the ocean, we know you feel free. Allemaal, hè? So go, little turtle, you just wanna be. Flow in the ocean, we know you feel free. Now it is our turn, we are born to learn. It's our concern to take the next turn. However we do, believe in you. Trust in the ocean. Trust in the ocean, in the big blue sea. Yes, so go, little turtle, just wanna be. Flow in the ocean, we know you feel free. We've got to choose, either win or lose. In face of that big wave, we know it's not to be smooth. However we do, believe in you. Trust in the ocean, trust in the ocean, in the big blue sea.
Yeah, so go, little turtle. You just wanna be flow in the ocean. We know you feel free. We know. What do we know? You feel free. Yeah.